Het is wel koud, nee. Nee. Een bijzonder welkom uiteraard aan de leden van de raad, college, ambtelijk apparaat, alle organisaties die zich met dit onderwerp bezighouden in de gemeente. Fijn dat u er allemaal bent. En helemaal in het bijzonder natuurlijk welkom aan onze gasten die ons ook gaan leiden vanavond. Leiden langs allerlei routes in dit sociale domein die relevant zijn voor een gemeente. Maar we zien ook direct dat het wringt. En daar ga ik dus wat dieper op in. We zien namelijk dat het wringt met het hele idee van generalistisch werken. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Ik zal heel kort even het traject vertellen. Er zijn zorgen over een kind, of ouders hebben zorgen, of de school heeft zorgen. Mijn vraag aan jullie is om over de blauwe lijn te springen, maar dan wel met z'n allen samen. Tellen we af. 1, 2, 3. Hé, ging niet helemaal gelijk. Wat is in de definitie bij jullie een jongere? Bij ons is een jongere tussen de 15 en 25 jaar. En daarnaast hebben we dan dak- of thuisloos met problemen op verschillende leefgebieden. School, het moeilijk gaat met een kind omdat hij, heeft dezelfde, dat auto-ongeluk, maar dat is te laat. Nou ja, heel praktisch voorbeeld. De WMO-consulenten zijn alleen 's morgens bereikbaar. En daarom zie je denk ik ook heel vaak dat steeds meer mensen zo vastgekluisterd zitten aan hun kantoortje. En dan wil ik de inhoudelijke kant van de avond afsluiten met het begin. Waarbij mevrouw Bredewold, die overigens al inmiddels vertrokken is, maar waarbij zij zei van de hele gedachte achter de transformatie, daar zat een belofte in, namelijk de belofte van de nabijheid. De belofte van de nabijheid van de gemeente. En ik denk dat zoals we hier zitten, als college, als ambtelijk apparaat, als raad, als organisaties die inhoudelijk en in het veld daarmee actief bezig zijn, dat de belofte is die wij in te lossen hebben. De belofte van de nabijheid, om vanuit die nabijheid degene die hulp nodig heeft te kunnen helpen.